Hey mensen, welkom bij weer een nieuwe Tips & Tricks. Vandaag wil ik het graag hebben over de lengte van een video. Dit is namelijk heel verschillend voor zowel gamers als vloggers. Laat ons beginnen met de vloggers. Ik zie vele kleine YouTube-kanalen filmpjes maken van 10 tot 15 minuten of langer. Maar laat ons zeggen dat je geen Enzo Knol of geen Dus David bent. Althans, nog niet. Zij kunnen hun dat permitteren om heel lange dingen te maken en verliezen hier zelf heel veel kijkers bij. Hoe langer een video wordt, hoe meer kijkers je verliest. Dat is nu eenmaal zo, bij grote en bij kleine YouTubers. Daarom raad ik aan om je vlogs compact te maken. Knip er gewoon de leukste fragmenten uit en de dingen die je sowieso wil vertellen. En zorg dat je vlog dus 4-5 minuutjes max duurt. Jij kiest natuurlijk wel op jouw kanaal hoe lang je video's worden. Misschien is dat zelf een kenmerk van jou, maar ik kan enkel maar de tip geven. Hè. Voor gamers ook. Ik zie dat sommige gamers hun gameplay, bijvoorbeeld nu simpel houden Minecraft, laten uitlopen tot een half uur. Sorry dat ik het zeg, maar als ik dan gamevideo's kijk, ik kijk soms nog een half uur uit bij grote YouTubers. Dat pakt zoveel tijd in beslag. Dus ik zal zeggen, stel het loopt een keer uit zonder dat je het in de gaten hebt. Ofwel is dat dan een special, dat is ook weer iets anders, maar nu een gewone aflevering dus. Stel het loopt uit, knip het dan in twee. Maak de video iets van 10, 15 minuten max en je mocht al blij zijn dat er dan heel veel mensen kijken tot het einde. Het is namelijk zo op YouTube, zoals ik daar straks al heb gezegd, iedere minuut dat de video langer duurt, haakt er meer en meer kijkers af. Gaat dat naar beneden. Het is slechts voor weinigen weggelegd dat dit naar boven gaat. Voor heel weinigen zelf. Zo mensen, dit was de tip voor deze week. Ik hoop dat ik jou volgende keer terug zie bij een nieuwe Tips & Tricks. Vergeet zeker niet te liken als je iets had aan deze tips. En vergeet zeker niet te abonneren op de Belgische YouTube Spotlight. En dan hoop ik dat ik jou volgende keer terug zie.